Hey vrienden, hebben jullie gisteren ook gekeken naar televisie? Ja, Jut zegt tegen mij, ah, kijk nou toch een keertje mee nog. Kijk nou met mij mee naar Married at First Sight. Nou, ik programma nog nooit gezien, weet ik veel waar het over gaat. Ze zeggen, ah, vind ik leuk als we leuk samen kijken, weet je wel. Nou, oké, okay, goed, ik kijk mee. Zit ik te kijken dus naar Married at First Sight. Nou, hoeveel onzin kan je bij elkaar verzinnen? Mensen die zien elkaar dus dan voor het eerst. Ja, hola, jij. Nou, en die gaan dan gelijk trouwen. Ha, dus dat is gewoon een blind date, doe je dan. En dan zeg je gelijk tijdens een blind date, ja, we blijven gewoon altijd bij elkaar. Nou, die onzin. Nou, oké, okay, dus dat is al flauwekul genoeg, maar goed, ik kijk gewoon door. En daar komt dus de eerste kandidaat komt in beeld. Ja, ene Astrid. Nou, en Astrid, die is er dus al leuk, weet je wel. Kijk maar, een leuke volkse vrouw zijn. Ik ben Amsterdamse, ik praat ook zo, weet je wel. En ik ben lekker ontspannen en ik zeg alles wat ik denk, weet je wel. Ik ben zo'n leuke flap uit, weet je wel die. En, weet je, en ik ben ook spontaan, weet je wel die. Oh, en ik ben ook lekker lachenbekkie. Nou ja, lachenbekkie. Nou ja, die Astrid, die had dus een lachzak ingeslikt of zo, weet ik veel. En bij alles wat er mag gebeuren. Oh god. Dus ik denk, die arme man die daar eventueel mee te maken krijgt. Met Astrid, ja, ik noem me vanaf nu even de lachzak. Dus die krijgt dan, jongen, dat is dan toch niet vol te houden. Maar ja goed, dat is ook de onzin van het programma. Je gaat daar staan, je bent dan gelijk getrouwd. Ja, nou ja, verzin het maar. En toen kwam dan de man in beeld. Ene Sander. En die was kitter van beroep en zo. Allemaal tot je dienst. En nou goed, ook een beetje zo semi-volks met die hele grote oorbellen in. En toen gingen ze dus, deze Sander, die gingen ze een pak aandoen, jongens. Nee. Oh god. En toen hij dat pak helemaal aan had, toen zag hij eruit gewoon als een hele slechte goochelaar. Dat is dan onze Sander. Maar goed, die Ensie Sander, die had ook nog iets anders. Dus die kon niks zeggen tegen Sander of hij las een briefje. Van Lachzak kreeg je een briefje. En gelijk volschieten, weet je wel. Oh god. Gelijk de Bassie en Adriaan. En dat ging die maar mee door. Dus die kwam dan later, kwam je weer mensen tegen. En gelijk weer Bassie doen. Dus die noemen we vanaf nu dan maar Huilenbalk. Nou, en Huilenbalk en Lachzak, die gaan dus, vrienden, ja, die gaan dus dan trouwen. Nou ja, wat een vertoning, zeg hé. Nou ja, en ik ga dat nu dan maar, ja, waarom zou ik gekeken hebben? Dan ga ik dat maar voorspellen dan, ja. En ik denk, dit denk ik gewoon, en jullie waarschijnlijk ook, dat Huilenbalk, die gaat dat natuurlijk uiteindelijk niet volhouden met Lachzak. Want als jij de hele dag om je heen hebt, dat is niet te verdragen, vrienden. Daar word je knettergek van. Dus ik wens Huilenbalkje, die wens ik veel plezier met Lachzak. En dat gaat dus gewoon niks worden.